iedereen, leuk dat je kijkt naar de allereerste aflevering van Pokémon Leaf Green op Boxpot Gameplay. In deze serie gaan wij gewoon lekker Pokémon spelen, lekker Pokémon vangen. Ons hoofddoel is natuurlijk om een Snorlax te vangen. Wie weet lukt het, wie weet niet. We gaan in ieder geval laten we beginnen. Dus drukken op start. Mooi geluid. Oh jee. Niet interessant. Overslaan, kan dat. Next, next, next. Oké. Okay. Een leuke brief. Wil je deze brief graag lezen? Kijk, kan ik? Nee. Oeh. Oh. Ik had dit echt beter voor moeten bereiden. Ah. Als je de brief wil lezen, zet hem even op pauze. Ik heb geen zin om het te doen, dus ik spoel hem lekker door. Oh, professor Oak. Hallo, ik zal het voor jullie vertalen. Mijn Engels is niet geweldig, dus ga alsjeblieft niet zeuren. Hallo daar. Goed, ze ontmoeten jou. Welkom. In de wereld van Pokémon. Mijn naam is Eik. Eik. Maar people, mensjes, noemen mij ook wel Pokémon Professor. De wereld is een habitat met veel schepselen genaamd Pokémon. Voor sommige mensen, Pokémon zijn huisdieren. Anderen gebruiken hem voor vechten. Zo voor mijzelf. Ik studeer Pokémon als wow. Maar eerst, vertel een klein beetje over jezelf. Nou, over moet een naam. Tel me. Ben je een boy of een girl? Nou, hij is wel een boy. Hij is een zwakke boy, zijn wij. Oké, ik heb er al nu al geen zin meer in. Wij heten. Moeilijk moment. Wat wordt onze naam? Ik weet het, we noemen ons gewoon. Box. Waar is de X? Daar. Boxy. Dat is de beste naam ooit. Start. Nee. Boxy. Yes, wij heten Boxy. Oh, mijn kleinzoon. Oh, vader. New name. Wij noemen hem. Ik heb een geweldige naam. Kaas gewoon. Kaas is baas. Als Kaas. Dat klopt. Ik herinner het me. Zijn naam is Kaas. Jee. Boxy. We gaan Pokémon legend worden. Laten we beginnen. En meteen de oh zo mooie muziek. Van Pokémon. Oh, mama! Rechts. Alle jongens verlaten het huis op een dag. Wat zeggen ze op tv? Oh ja. Professor Oak, volgende deur. Was kijken voor jou. Nou, ook. Gaan we kijken ook voor jou. Ja, dat ziet er wel uit als een Pokémon lab dingers. Even kijken. Oh, hey. Kaas. Dat is aardig. We gaan gewoon professor Oak zoeken. Professor Eik. Wat hij zo heet. Hele mooie naam. Gaan we al in het gras. Kella Rempel, daar is ook. Wat krijgen we nou? Het is onveilig. Wilde Pokémon leven in blank gras.
jij nodig hebben. Jouw eigen Pokémon voor bescherming. Ik weet, hier, kom mee. Zalig gewoon een pedo. Uit ons gelokt, kinderlokker. Ik meen ook. Kaas. Grams. Blauwe deel wat dat betekent. Kaas. Laat mij denken. Oh, dat klopt. Ik vertel jou hoe om te komen. Maar wacht even. Hier, Boxie. Er zijn 3 Pokémon hier. Aha. Pokémon are verstopt in de Pokéballs. Toen ik jong was. 100 jaar geleden. Ik was een serieus Pokémon trainer. Maar nou, mijn old age. Jij kan krijgen 1. Kom, ga kiezen. Hé, dat is niet eerlijk. Toon geduld, Kaas. Jij kan krijgen 1 ook. Eik. Dat is een moeilijke keus. Wordt Bulbasaur. Of wordt het Squirtle? Of wordt het Charmander? Dat is de vraag. Doe zelf snel een gokje. Kijk straks of je het gelijk hebt. Als je gelijk hebt, laat het dan weten in de comments. Het woord. Welke tafel stopt die? Bulbasaur, ja, dat wordt hem. Ga met me mee. Boxy kreeg Bulbasaur van Professor Oak. Nou, geweldig ook, dankjewel. Een nickname, ja, natuurlijk. Van alle Pokémon die we vangen gaan een bijnaam geven. Bulbasaur noemen we gewoon. Oh, ik heb al een geweldige naam, jongens. Bloempot, geweldige naam. Dank je, als je het ook met me eens was. Kijker. Geweldig, Bloempot. Bloempot gaat ons vergezellig met onze reis. Wordt een geweldige reis. Samen met Boxy en Bloempot. Nou, dan gaan we er maar even door. Wacht, Boxy. Laten we checken onze Pokémon. Bon. Laten we een gevechtje houden. Spannend. Kaas. Kaas heeft Charmander. Hij heeft niet eens een bijnaam. Wat een loser, gewoon. Wij hebben Bloempot. Ja, dat weten we wel. Rot op. Kut ook. Ja, ja. Oké, nou, snel. Laten we maar snel naar 0 brengen dan. Vechten. Bloempot gebruikt Tackle. Ja, ja. Leuk, leuk. Charmander gebruikt Scratch. Wij gebruiken Tackle. Tackle is super geweldig goed. We gaan het winnen, ik voel het. Ik voel het. Ik heb vertrouwen in Bloempot. Bloempot, je kan het. Wel een spannend gevecht, leven en dood. Victory! Wij hebben het gewonnen. Wij hebben de gemene Charmander verslagen. En dan kreeg je maar liefst 69 XP. 69. Mooi getal. Vind je ook maar 69 ook zo'n mooi getal? Laat het weten in de reacties. Of geef een blauw duimpje. Want ik had hem versproken. YouTube heeft weer veranderd naar blauw in plaats van groen. Ik vind het gewoon slecht. Groen is gewoon de kleur van goed. Groen. Groen. Met groen moet je het doen. Niet met blauw. Blauw is flauw. Kijk. Dat zijn de wijze woorden voor vandaag. Nou, deze Loes gaat even uithouden bij zijn mommy. Na na. Ik word gewoon spontaan blij van deze muziek. Echt. Mama! Mama, mama, tot zie. Oh, wat aardig. Ze geeft een kusje op de wonden van mijn Pokémon. Van Bloempot. Bloempot. Ja, het leuke van dit is. Er zit hier een doorspoelknop op.
Oké, dat is irritant. Ik stop al mee. Ik ga niet doorspoelen. Wij gaan Pokémon verslaan. Hoi, ik werk bij de Pokémon-markt. Ik verkoop veel items. Please, is het een leuk stadje. En we krijgen gewoon een gratis potion. Het wil nog meer. Aardig mevrouwtje. Oh nee, het wilde gras. En een Pokémon op. Nu nog op de tafel van level 3. Wat krijgen we nou? Bloembald. Buikje, tackle. Bloembald kan het. Sla deze wilde ras naar met gevaar. Deze bloempot is 3 levels hoger. Deze bloempot is gewoon geweldig. Kijk, we slaan hem. We hebben nog geen Pokéball, anders zouden die Rattata zeker vangen. Niet weglopen voor mij, niemand loopt weg voor mij. Nou, je hebt ook niks nuttigs te vertellen. Dan gaan we gewoon weer door. Oh nee, Pokémon. Wie zal het zijn? Rattata. Level 3. Oh, het is geen uitdaging voor ons bloempot. Go bloempot, doe je tackle. Delwip. Wat een sukkeltje. Rattataatje toch, je kan er helemaal niks van. Helemaal niks kan je ervan. Bloempot, defense spel, oh nee, wat krijgen we nou? Opeens slecht in verdedigen, maar het maakt helemaal niks uit. Rattata is dood. Wij hebben nog geen last meer van die Rattata. En we groeien tot level 17. 7. 7, niet 17. Zo ga een beetje snel. Bloempot learned. Lead seed. Nou, dat is een goede aanval. Dat is echt chill. Ik als de Pokémon meester weet dat. Een Pokémon, oh nee. Pidgey van level 3. Wat gaan we doen? Ga, Bloempot. Doe maar je Deep Seed. Want dat is handig. Dan heb je zwerk. Zwerk met Deep Seed. Een tackle. Auw. Dat doet wel heel veel pijn. Maar wij hebben de Deep Seed aanval gebruikt. En wij krijgen gewoon lekker leven terug. Hier, zoek een leven. Wij hebben er een. Of boven. Leven zijn te kopen in de Pokémon-markt. Eigenlijk bij Sus Joy. Die redt mij altijd. Kom, stomme Pidgey, ga dood. Sterf. Jij is zwerveling. Jij bent geen partij voor mijn bloempot. En victory! De hele is een gemene Pidgey van level 3 geslagen. En Bloempot kreeg 23 XP punten erbij. Dit muziekje is veel te blij. Echt. En we zijn in het volgende stadje. We gaan meteen naar het Pokémon Center. Want we kunnen onze grote vriendin ontmoeten. Namelijk Sister Joy. Yay. Ga mijn Pokémon healen. Hier, pak mijn bal. Geen seksistische opmerking. Maar jij, kijker. Ik zag het. Jij dacht meteen. Nee. Slecht kijker. Ik ben diep teleurgesteld in jou. Laten we met me naar de Pokémon-markt gaan. We kunnen nog meer ballen kopen. Ballen. Hey, jij komen van verder town. Jij kent professor ook. Recht. Hij heeft iets besteld. Wil je het in oren meebrengen? Jee. Een parcel, wat willen we nog meer? Mij moeten we dit nou ook brengen, ik voel het. Ik voel het aan mijn wateren. Nee. Nou, we gaan. Oh, dit water, kijk, daar had ik het over. Daarna. We gaan meteen naar ook, want we moeten dit. Dit is een missie, jongens. We moeten. Het moet ons lukken. Ik voel het. Het gaat ons lukken. Wij, als geweldige Pokémon trainer, gaan deze ongelooflijk moeilijke missie volbrengen. In de gewelddadige wereld van Pokémon. Geen eens een Pokémon is tegengekomen. Wacht, wat stond daar?
Het huis van kaas. Oh nee, dat is vast de kaasmarkt. Hier ook je bestelling. Ik word gewoon koerier, pizza koerier. Beste serie ooit als pizza koerier. Krijg ik nou iets voor terug? Want ik heb wel heel veel moeite gedaan. Grams. Ik ga het voor jullie opzoeken wat grams betekent. Want ik moet het kunnen vertalen in de volgende aflevering. Uitroepteken. Oh, wacht. Kijk nou. Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er met het geluid? Nee, niet doen. Het geluid, nee. Hopelijk is het geluid bij jullie niet slecht, want bij mij valt het geluid opeens zo wat weg. Wat is dit? Boxy stopte de pokeballs in de pokeballzak. Ja, de pokeballzak. Klinkt goed. Hopelijk horen jullie mij nog een beetje, want ik hoor het geluid echt fucking zacht opeens. Ik weet niet hoe het komt. Als dit een probleem wordt, dan fix ik dit voor jullie. Ik heb een groot hart. Vol met liefde. Liefde voor pokeballen. Na 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 na. Stop met blaren en ga iets doen. Ik vind het wel vaag. In ieder geval, wij gaan gewoon lekker door. Godverdomme, krijgen we weer 39 fouten? Het gaat wel lekker deze afleveringen. Meteen weer 39 fouten. Volgens mij is hier maar één fout en dat is deze foutmelding. Jij bent ontzettend fout. Ik heb niet gezegd in welke manier je fout bent, maar dit... Wacht, we hebben een Rattata. We gaan onze pokeball gebruiken op hem. Bloempot gebruikt. Tackle. Wilde Rattata gebruikt. Staartwip. Staartwip. Beste vertaling ooit. We gaan meteen naar onze zak. Er zit niks in. Een pokeball. Gebruik. Boxy gebruikt pokeball. Dit is een mooi spannend moment. Zal die zitten? Zal die zitten? Het gaat zal toch niet? Oh nee, we hebben hem gevangen. Yes. Gefeliciteerd. Mooiste moment uit deze Pokémon serie. We hebben onze eerste Pokémon gevangen. Hell yeah. En we gaan hem een leuke naam geven. Nickname? Tuurlijk. Waarom niet? Rattata's nickname is... Wacht. Het wordt gewoon... Dat hij zo van kaas houdt. Hopelijk past het eigenlijk wel. Kaas. Ray. Daar, kaasvreter. Past precies. Hel ja. Yeah. Kaasvreter. Gewoon, wat kan. Ik ben er echt heel... Ik weet niet wat er met geluid gebeurt, maar het is in ieder geval... Doet fucking raar. Maar ik denk dat dit wel een... Mooi einde is van deze allereerste mooie dag in Pokémon Leaf Green. We gaan zeker nog veel meer Pokémon vangen. En die gaan we ons verstoppen in onze Pokéballen. Moet ik jullie nog wat vertellen? Nou, eigenlijk niet. Oh ja. Kijk even op mijn kanaal, want ik heb het uploadschema erop staan. En volgens mijn uploadschema ga ik morgen een... Minecraft serie starten op een willekeurige server. Dan ga ik gewoon elke dag ga ik gewoon op een andere server. Ga ik daar gewoon een beetje rondkloten. Ja, de ene keer met en de andere keer zonder iemand. Maar ik denk dat ik morgen zonder iemand ga beginnen. Dus in ieder geval, vond je dit een geweldig leuke video? Of vond je deze ontzettend kut? Dat kan ik best begrijpen. Geef gewoon een duimpje omhoog, niet omlaag. Want omhoog, dan is dat is goed. Ja, omhoog is goed. Gewoon omhoog, blauw, wat je wil. Blauw of omhoog, je mag zelf kiezen. Ben ik toch sociaal, ik laat jullie kiezen, kijk. Dat is nog een goed persoon. Ja. Maar in ieder geval, je kan ook op het abonneerknopje klikken, dan krijg je altijd... Blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's.
ja, dat was ook heel leuk. Gewoon doen, lekker doen. Had je nog een leuke opmerking, een tip of top, of gewoon een random woord? Laat het hier lekker weten in de comments. Ik lees ze allemaal, want het zijn er echt ontzettend weinig nu, dus ik lees ze gewoon allemaal. Het kost mij een minuutje tijd. Ja, ja, gewoon doen. In ieder geval zie ik jullie weer de volgende keer. Zie ik jullie morgen als het goed is. Morgen met de Pokémon Online serie. In ieder geval, later.